Hij heeft er zin in, oh ik pas die zeg voor. Prins Boer is de eerste, wil gaan het zien alle. Lach naar u maar, wij gaan carnavallen. In Westerse golven, dan breng je een prins. Los van de meute, dat was hij de wens. Mario de eerste, met bier in de hand. Niet op de roepen, de plus binnen de branche. Dat zijn de mensen die de kerk ontdekken met die dag. Kijk ze door storm, de ruigste kerels die ik ooit zag. Hier in Maaskou, daar zijn de schoonste mensen los. Maar ik zeg wel, de beste prins is Theodor. In helder windje, menselijke wonje, van gelukkige gevallen, het bijna gebonje. Prins hier de eerste, iets toen in confus. Van de lucht in de hal voor mijn kruis. En prachtig weiland, toch voor boerderij. Ik was een verre prins van de kontrein. Rollig een tweetje, geen blauwe kul. Vul naar de glazen, zij doet het gelul. En wow, grappig! Zij en de men, die de kerk ontdekken met die dag. Ik ze door stof, de leukste kerels die ik ooit zag. Hier in Maaskou, door zijn de schoonste prinsen los. Maar ik zeg wel, de beste prins is Theodor. Het wordt een fiche, prins met loog in de verre. Weer in de wijn, lot hem en geweren. Remco de eerste, hij is moest luid. En ik zie gewerken op de bulken struik. Stemmen zwaar drie keer gillen, doet even de nacht. Daar is het voor het eerst, het bleef blijven laag. Het scheert een derdje, toch wat je tante. Alleen de ene, dat ik van geen kant in. Dat zijn de men, die de kerk ontdekken met die dag. Ging ze dan stom, de ruigste kerels die ik ooit zag. Hier in Maaskou, door zijn de schoonste prinsen los. Maar ik zeg wel, de beste prins is in Limburg het leven, geveerd met de prins. Stoel aan een geefkaas, toen er stond maar eens. Ken ik de eerste, kans in ontwaakt. De opperste kwekker voor kwaaks. Dat zijn de men die de kerk ontdekken met die dag. Kijk ze dan stop, de rijkste kerels die ik ooit zag. Die in Maaskou, door zijn de schoonste prinsen los. En ik zeg wel, de beste prins is Theodor. Maar ik zeg wel, de beste prins is Theodoros. Hier zijn ze dan. Prins Robert II. En Chantal, even goed kijken. Chantal, de wie vult ze best tegen eigenlijk? De eerste. Wie is de eerste? Ja. Ja, wat doe je dat vanavond?
gaat als u als gevroren is, het kippenvel. Je hoopt altijd dat er een moment aanbreekt dat ze er een keer bellen, vragen. En dan zet je een super show aan, zeker met de achterban van de adjudanten, de vereniging en met zo'n prachtige Prinsenkapel om dat samen te beleven in eigen dorp. Maar ook met de uitdagingen boetedorps, zoals deze Norwich. We gaan u even op tot de sleutel nog vandaag. Dat ze als wie de sleutel overdragen op het podium steden, wie is dat? Ja, nou, ik denk op dit moment niet aan. Als ze op het podium staan, denk ze er helemaal niet aan. Het is toch wel genieten, ze had hier wel een mooie sfeer de laatste jaren met de sleutel overdrag. Ja. En echt ook zo denk ik niet, dit is de laatste keer. Dat denk ik wel morgen, denk ik. Ja, ja. Van, oh ja, dat is ook wel, ja, dat maakt niet meer met. Ja, ja. Dus, maar ja, zo is het eenmaal, hè. Ja. Wieveel van die sleuteloverdrachten heeft ze metgemaakt? Nou ja, ik zit 26 jaar in de politiek, waarvan 14 jaar als wethouder. Ja. Dus ja, sowieso 14 keer als wethouder. Ja. En ja, nog wel een aantal keer als raadslid natuurlijk. Ja, ja.
De bus, geen wethouder meer van financiën, hè, nee. Tietje. Maar ik zocht dich net wel volgens mij met de geldbuidel afrekenen. Dus dat zit er nog een beetje in. Oh ja, maar dat heeft de minister van Financiën niet gezien, hè. Ja, dan moet er een op de centen letten. Ja, 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 ja. En dan moet er ook een doet geven, hè. Ja, 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 ja. Maar anders werkt de economie niet, hè. Nee, daarom. Wat toch wel een beetje een onderwerp is vanavond, hè, de belangzaal, de winst zullen we ook hergaan. Ja. Dat is toch een beetje de accommodaties in de gemeente Maaskou. Ja. Vooral in Thorn. Hier in Lint speelt het natuurlijk ook heel erg. Ja. Maar nou ja, goed. Ze hadden wel een hele ludieke actie voor dicht bedacht, hè, in Thorn. Ja, ja, voor de zaal, hè. Ja, 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 ja. Geweldig, hè? Ja, 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 ja. De oog kon de Outour, hè? Ja, ja, dat hebben ze eigenlijk die afscheid al aangekondigd, hè? Ja. Dat is misschien een groot attribuut, omdat ze straks geen fietsen. Ja, ja, die fiets scheer, hè? Ja. Ik fiets scheer. Ja, ja, ja. Dus nee, dat komt nog wel van pas. Maar het kan zomaar zijn dat er een speciaal plekje in de kamer krijgt, hè? Ja, ja, ja. Dus, de accommodatieproblematiek is heel actueel. En ook wel emotioneel af en toe voor mensen. Ja, dat snap ik allemaal. En het is wel best leuk dat het ook op zo'n avond weer een plek krijgt. En dat moet kunnen ook. Dat is toch goed. Ja, dat hoort bij de carnaval, hè. Ja, de carnaval. Een kwinkslag van... Ja, hey, en politiek en carnaval is toch altijd een beetje met elkaar verweven. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. Volgens mij gaan ze zo meteen weer beginnen. De bos weer de bühne op. Ja. En we houden dich in de gaten. Ook als er geen wethouder meer bus. Oké, doe dat vooral. Ja. Dankjewel. Heb je alle kernen eigenlijk bezocht. Dan heb je met heel veel enthousiasme verteld over hoe dat je Maaskou hebt beleefd. Kunnen we daar vanavond een hoofdstuk aan toevoegen? Absoluut. Ik kijk eens om de heen. Als je ziet wat er gebeurt, de samenhorigheid van de verschillende verenigingen. Dat was het vaak zo dat er concurrentie onderheen is. Dat is hier helemaal niet. Alles pakt zich samen en dat is gewoon één groot feest. Dat is eigenlijk fantastisch. Kunt je zelf van hoe zoet ook een carnavalsfeer, hè? Oh jawel. Ja, van kleins af aan, ik weet niet hoeveel optocht ik heb metgelopen. Van verschillende zittingen in Zuid-Limburg gezien. Dus, dat past me naadloos. Ja, 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 dan valt je hier eigenlijk wel met de neus in de boter, hè? Ja, absoluut. Ja, het is pure ontspanning. Heerlijk. Ja, 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 ja. Carnaval is vooral natuurlijk om plezier maken en lol hebben. Maar zo af en toe zit er ook wel een stekeligheid in, hè? We denken even aan de accommodaties binnen de gemeente Maaskou. Hoe heb je dat opgepakt? Ja, het is eigenlijk ook wel een beetje traditie, hè? Dat iedereen op de hak werd genomen, maar dat ontkomt het gemeentebestuur ook niet aan. Ik had eigenlijk niet anders verwacht dat er ook af en toe zo'n opmerking werd gemaakt. En dat mag, dat is absoluut prima. En we moeten het ook zelf niet al te serieus nemen. Hè. Maar er zit wel vooruitgang in de zaak? Er zit altijd vooruitgang in, dan is het niet altijd even zichtbaar. Wat zijn uw plannen met de komende carnavalsdagen? Nou, ik ben van plan om de optochten hier in de verschillende kernen te gaan bezoeken. Dus dan kijk ik nou uit. Voor mij ook de eerste keer, dus ik weet niet wat mee te wachten zijn. Ja, ja, maar we hebben het net ook op de bühne zien stond swingen, met stond zingen. Een mooie liedje van het college. Misschien wordt dat wel de nieuwe carnavalshit van Maaskou.
Ja, ik zou het hopen. Het is een liedje waarin eigenlijk elke kern of Hurricum. En dat maakt ook Maaskou zo sterk, die individuele kernen. Dus het zou prima zijn, absoluut. Hoe zinnig dat ze achterug dadelijk weer gaan beginnen. Ik zou afsluiten en zeggen, carnaval, alaaf! Alaaf! Ik kleur de goers op de bühne. De gangmerkers ooit heel. De levenverbos van Steven Zwerg. Van zijn hoogheid Stijn en iemand van het uitzendbureau. Dus dat geeft goed komen met de carnaval. Ik wens zich heel veel plezier en ik gewoon nu even tot de sleutel op maar ik wens ze nog iets zeggen. Ja, ik wil een paar dingen zeggen. Ik dacht, dat is een stagiair. Want ik weet ook niet waar we vandaan komen. Ik ga je morgenbeens in de kamer zitten, dus dat geldt voor mij ook. En de sprekende zei dat ik van ex-zuster dat ik toch geboren word. Hè. Maar jongens, ik ben in Sint-Joas geboren. Veel een tijd dat het van echt hoort. Dus ik heb in mijn paspoort Masbraak stonden. Dat is fijn om te horen, ik mocht er niks over zeggen natuurlijk, dat snap ze wel. Hè. En al jaren actief. En ik zei dat Stieg weg is even. Die Huis van Nederlandstalige Muziek, dat hebben we tegen jullie eerder ook gevraagd. Is dat geen contrast met wat ze nu allemaal metmaakt? Ja, dat klopt, maar ik ben er nu ondertussen wel een beetje aan gewend. Dus dat Limburg ging ook wel steeds beter. Het kind beter nog, hoor, maar het ging al beter. Nou, burgemeester, we hebben een verbinding. En we hebben net de mes gehad met helpen. Ja, we willen elkaar helpen. En ja, als ik daar de schulden krijg, heb ik wel misschien geen leuks terug. Dan wil ik, ja, ik heb 3 opdrachten gekregen van mijn rood. En ja, dat wil ik wel even met u delen. Dan, ik teken die daar gewoon. Dan zien we er vanavond, dan zien we klaar. Dat is de waterkering in Wissem. Dat moet bewegen wel weer, dat snap ik wel. Want die vaste, dat is niks. Ja, en we hebben een short festival train aan de Maasdijk. Die moet blijven. Ja? Ja, ja, goed. Maar ik teken die dag gewoon af. Wat was er daar nog weer? Ja, ja, doe ik het weer. En we willen graag de zaal sneller open hebben. De nieuwe zaal moet sneller open. Want we hebben de 24e, hebben we gaan te doen hoor. En Geert met je alles vanaf. Ja, dat is fijn om te horen. Ik zal ik even uitleggen wat er namelijk nog gaat gebeuren. Met een overdracht van de sleutel zit Geert in charge van die dingen die bij Ugg in Westen moeten gaan gebeuren. Dat is Esther echt haarsubs, hè. Dan wensen die veel succes en zorg dat het binnen 3 dagen geregeld is. Ja. Dames en heren, bij de opkomst, hier een keer een daverend applaus voor de kwekkerte Oelinne. Hey, Zillemaars! Hoor die handen op! Een technische test van allemaal. La, la, la. Ja, een zeggen gelang, een pilsje bij mij. Ja, een zeggen gelang, een rustig rondje bij Ruudje.
En ik ben trots op Burg als je ziet wat dit voor een bond verhaal is en hoe fijn het is om burgemeester van deze fantastische gemeente te mogen zijn. Ik heb hier een pakketje voor de bestuurlijke macht Kern Wessel. Hey, is dat Mario? Ik ben stil, zit die bruinblussers of niet? Ik zou zeggen, maak hem open. Eerst even tekenen. Super. Dit is van de Nexus. Beste klant, ik schrijf u namens de Nexus netbeheerder om uw aandacht te vestigen op de belangrijke kwestie met de betrekking tot het elektriciteitsnet. Toenemend de vraag naar stroom en groei van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen. Hebben geleid tot de uitdaging in ons netwerk. Helaas kunnen we daardoor momenteel nog niet voorzien van nieuwe stroomaansluiting voor het nieuwe gemeenschapshuis in Wessen. We proberen deze aansluiting zo spoedig mogelijk te realiseren. Compensatievergoeding. Helaas kunnen we niet altijd direct alle problemen oplossen. We vragen om uw begrip en geduld. Voor de tussentijd bieden we je extra verlengkabel aan, zodat we wellicht alvast stroom bij de buren kunnen lenen. We waarderen uw begrip in deze uitdagende tijd voor ons elektriciteitsnet. Samen werken we aan een duurzame, betrouwbare energievoorziening. Met vriendelijke groet, directie Enexis Netbeheerder. Ik heb zojuist de sleutel gekregen van Maaschouw. Ja, dat is waar, hoor nog. Dat is voor een slot van een kasteel, hè? Ja, inderdaad. Ik denk dat ik maar een keer ga verhuizen, maar wel een kasteel en toe. Ja, weet je, volgens mij is dat nog van Heil, maar ja, dat is nu afgebrand. Dus daar hebben ze die allemaal opgehaald, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Maar ik heb nog iets. Ik denk dat u de achterdeur huurt van de nieuwe zaal, zoals we hebben beloofd. Ja, want dat is toch wel een thema voor Tour. Om een goede accommodatie te hebben. Ook voor de verenigingen. Hè, om in ieder geval de komende jaren hun activiteiten te kunnen ontplooien. Wie is dat dan voor de carnavalsvereniging? Ja, ook ontzettend belangrijk. En dat geldt voor alle toeren mensen, voor alle verenigingen. Dat zorgt op zijn ene zaal één puntje als je bijeenkomt. En zeker ook voor de vastelandsvereniging is dat wel iets heel belangrijks om het samen te komen. Ja. Nu zeggen heel veel prinsen die wij de afgelopen weken hebben gesproken, het was toch altijd een beetje de druim van mij om prins te worden. Was dat van ding ook zo, hè? Ja, zeker. Ik ben een 97 jaar jeugdprins geweest. En dan kriebelt ze toch wel eens echt als ze zo'n grote mensen hebben, zo met die ziekere lange veren om dat ook eens te worden. Ja. En hoe als ze punt eindelijk aan je komen en dan twijfelt ze niet langer. Nou ja, dus jullie zijn al wat langer bezig, hè, met recepties en allerlei activiteiten. Wie is zich dat tot nog toe afgegaan? Gelukkig goed. We hebben een hele schone voorbereiding gehad vanaf het punt dat we gevraagd werden om het ook geheim te houden. En dan geeft ze natuurlijk naar allerlei dingen rijden, foto's maken, aandenkens, medailles, geeft ze allemaal kopen. Maar dat moet allemaal een geheim. En dan geeft het VSI beginnen naar het uitropen. Op zijn heel schone momenten, niet alleen in eigen dorp, maar ook zoals afgelopen dinsdag prinsen treffen. Met de andere verenigingen, met de recepties, hoe ze hergeven. En dat is gewoon ontzettend ziek. Maar ja, nu komen de dagen nog het hoogtepunt, hè? De optocht. Ja, dat is mondig bij ons. Als je veel tijd hebt, kom je zeker kijken. Dat doen heel veel mensen altijd met groepen, eenstelgangers, wagens. Dat is ontzettend schoon om te zien. En zeker dit jaar, voor ons in dit geval, dat we vanuit die grote wagen het mogen aanschouwen. En de optocht in Tour is? Aanstaande mondig. Aanstaande mondig. Ja. Nou, de hufst net al even die spreuk gezakt, hè? Maar misschien sluiten wij nog even af met die spreuk. Dat is goed. Beren in de mijn, logen in de verre, laat mij maar geweren. Alaaf! Zo'n was er al. Ja, zo'n was er al. Nevenwijk staat de voorzitter van de carnavalsvereniging in Stevensmeert. Niet alleen dat, maar ook een oud prins. Klopt. Ja. Wanneer was ik ook alweer prins in? 2011. Afgelopen weekend heb je natuurlijk ook het jubileum gevierd. Hoe is dat weekend verlopen? Nou, ik moet zeggen, vandaag dat ik ontzettend trots ben op mijn vereniging. We zijn een heel kleine vereniging.
We hebben kei en keihard gewerkt en we hebben een heel succesvol weekend gehad. We hebben het de vorige keer ook al eens ooit over samen over gehad. Van dat het wat lastig is om op zo'n kleinere dorp en toch zo'n carnavalsvereniging in de gang te houden. Hoe is dat die stemmen weer? Inderdaad, dat is 100% gelegen. Hè. We merken niet alleen in Stevensweer, maar ook in andere dorpen, dat de grotere steden, Exeter, Remuin, die trekken het volle goed de dorpen. Ja, ja. En daar kunnen we als vereniging niks aan doen. Want wilt je zo'n weekend organiseren zoals je dat de vorige week hebt gehad, ja, dat duidt natuurlijk een slag op de kas van de vereniging. En op een of andere manier zal dat dan toch betaald moeten worden. Als we nu eens kijken naar carnaval vieren in de tijd toen Geert Prins wordt en we vergelijken dat met nu, is daar veel verschil in? Ja, vind ik wel. Toen hadden ze toch meer zelf op de dorpen. We hadden meer cafés. Dat is op sommige dorpen hebben ze nog geen café meer. Weer hebben gelukkig nu nog één. Maar in mijn tijd had ze er 6-7. En dat is veel makkelijker te vieren als nu. Hè. Dus dat is eigenlijk voor ons wel een heel groot verschil. Ja. En natuurlijk, het wordt allemaal alleen maar duurder natuurlijk ook. Hè? Ook als ze een aantal avonden met een vereniging op stap kees. Ik lees vandaag een artikel dat ze dan nog gewoon 50, 60 euro de maand kwijtbus. Maar ja goed, voor een echte carnaval is dat natuurlijk geen rijden. Hè? 50, 60 euro is bij ons niks. Ja. We zijn een echte carnavalsvereniging. Ja, ja. We zijn een heel echte groep, maar we hebben heel graag beer. Ja, ja, maar dat duurt ook een beetje bij de carnaval. Hè? Ja. Ja. Ja, goed, dat zijn die daarvoor. Maar dat weten ze ook als ze bij ons zijn. Ook dat wordt ook tegen een nieuwe prins verteld. Dat we heel graag beer hebben en heel graag plezier maken. Ja, ja. En ja, de prijs op dit moment is ontzettend hoog. Dat weet ik ook, maar wat doen ze er tegen? Ja, daar kunnen ze niks aan tegen doen. Hè. Nee. Nou, het hoogtepunt nog voor de komende dag in Stevensweer. De optocht, wanneer is het? Maandag. En ik hoop dat ontzettend veel u meedoen. Ik heb links en rechts al gehoord dat er veel mee doen, maar ja, dat kan niet genoeg zijn. Nee, nee. Ja, ik ben veel normaal over tussen de 15 en 20 nummers. Ik hoop dat we dat dit jaar ook gooien. Dan ben ik als veelzitter heel erg tevreden. Ja, ja, ja. Nou ja, laten we dat dan maar afwachten en in ieder geval fijn dag nog. Dankjewel. Van Bacchestoer, ja, zeg ik zo. Ja, zeker, de voorzitter. Ja, wat doet de voorzitter van Bacchestoer in Toer? Ellen, Ellen bedoelt jij, ja. Ja, nee, nee, ja, Ellen. Maar als de komende dagen, we zijn Toer toch? De komende dagen zijn we dan aan Toer. Ja, proberen de naambekendheid van de Bacchestoer in Toer op elkaar te brengen. Ja, ja. De activiteiten in Toer proberen we in de kaart te brengen. Ja, ja. Ja, de activiteiten in Toer voor de jeugd proberen we op de kaart te zetten. Ja, ja. Maar nu hebben ze natuurlijk al een carnavalsvereniging in Toer. Is dat niet genoeg? Nee, dat is eigenlijk niet genoeg. We merken toch wel dat voor de jeugd, dat het langzaamaan, dat ze weg beginnen te lopen uit Toer. Daarom dat we hier in dit traject zijn bestart, deze vereniging op zijn veracht, zodat iedereen weer gezellig in Toer kan blijven van de jeugd. Ja, voor de jeugd. Vooral voor de jeugd. Maar ja, de gewone carnaval is natuurlijk ook een beetje voor de jeugd. Hè. Maar wat is dat dan anders? Verrug, je zegt voor de jeugd, maar wat is dan de jeugd anders als bij de carnavalsvereniging? Ja, we trekken natuurlijk de jeugd aan. Ja, we hebben gewoon als doel gewoon geen reglementen. Als ze zin met de jeugd met te gaan op pad, kunnen ze bij de boxclub met Toer. Nu een paar leuke activiteiten, kunnen ze bij de boxclub. Dat is geen reglementen. Als ze zin hebben, kunnen ze met, als ze geen zin hebben, dan blijft ze toe. Ja, ja. En wie sleet dat in Toer een beetje aan? Nou, we hebben tot nu toe alleen maar positieve reacties gehad. Het is bij elke activiteit van ons ontzettend druk. Iedereen heeft het hartstikke naar zijn zin. En het is gewoon hartstikke positief. Maar goed, mocht er iemand dit zien nu en dan denkt, ik wil die komende dag toch nog even aansluiten bij Bakkers in Toer, dan kan dat. Ja, dan moet sowieso in Toer komen. 18 plus. En dan moet ze van harte welkom. Ah, ja, ja, ja. De rest maakt niet eens bloed. Ja, ik heb dich net al een keer op de tofels in dansen, dus het begin is gemaakt. Zeker.
Kijk, ik ben de eerste bakkers van Tour, dus ik moet natuurlijk wel een veurbelt zetten. Yeah.